En de bestuursdienst wil uit het functieinformatiesysteem van de overheid VISO stappen. In dit kader heeft een groep bestuursambtenaren vandaag onder leiding van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling, BPRO, zich begeven naar het hoofdkantoor van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Glenn Swamy-Persat, voorzitter van de BPRO, zegt dat de bond al een hele poos bezig is met de minister over een nieuwe loonreeks, echter zonder resultaat. Hij zegt dat de minister de bond in een schrijven heeft meegedeeld dat er weer onderhandeld moet worden. Dit terwijl de minister volgens de bondsvoorzitter eerder had gezegd akkoord te zullen gaan met de nieuwe loonreeks. Op het hoofdkantoor was er niemand die deze ambtenaren kon ontvangen. Swamy-Persat betreurt het hoe er wordt omgegaan met de bestuursdienst. Wat een loonreeks tap tafra. Tegen minister dat hier werkt hier aan. Ook is wat tegen. Wat tegenbod. We zeggen nooit toch minister. Dat is een assistent bij jou. Tien golu. Maar dat is toch niet realistisch. Maar dat de bestuursdienst. Er zijn mensen hier. Ik weet niet of ze in de buurt zijn. Die langer dan 20, 30 jaar niet zijn bevorderd. En mensen komen van straat. Worden DS. Mensen die eigenlijk niet voldoen en nota bene hebben we een handvest in handen wat aangeeft dat werving en selectie moest vinden plaats voor die tekst maar in dienst. Want ons koto no kan tekst zomaar in dienst toe, want sipiri niet tekst zomaar in dienst toe, want die hebben een handvest. En wij gaan ervan uit dat als wij daarvoor hebben gezorgd dat de bestuursdienst geordend is geworden door middel van een handvest, dan laten we dat naleven. Met gebruiking en met overheid behandeling zorgvuldig. Dat je mag Texma in dienst. Zijn Surinamers die in dienst genomen worden. Daartegen zeggen we niets. Zet een stukje brood die ze ook gaan verdienen. Maar zet ze ergens anders in. Hoe heb je een loopbaanplanning in elkaar? Doe dat dan aan u. En nou wanneer die mensen hier die al 30 en 40 jaar hun kracht hebben gegeven, opkomen voor hun rechten en dan is niemand te vinden. Is niemand te vinden. Geen van de directieleden zijn te vinden. Dan gaat u horen. Dan gaat u horen dat ik hier politiek bedrijf. Helemaal niet. Hier zijn we onafhankelijk. We zijn hier als vakbondsleiders. Nadat de bestuursdienst niet is ontvangen, zijn ze getogen naar het kabinet van de president. Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president, deelde de bestuursambtenaren mee dat zij niet de juiste procedure hebben gevolgd om een petitie daar in te dienen. U komt voor een petitie. In een petitie vraagt u de president om in te grijpen of medewerking te verlenen of na te gaan wat de belemmeringen zijn voor hetgeen waarmee u bezig bent. En dit behoort bij de directeur van RO. Dus terecht was u gaan bij de minister. Dit is niet voor de president. Een petitie, daarin verzoekt u de president en dit zou u als bijlage kunnen zetten bij de petitie. Dus dit voorlezen is geen petitie. Een petitie is gericht aan de president en dan namens uw organisatie biedt u de petitie aan de president met uw verzoek. En dan zou u dit, de voorstellen die u heeft, terechte voorstellen, laat me dat zeggen, maar die zou u dus als bijlage kunnen voegen. Dus wat ik u wil adviseren, dat u dit aanbiedt aan de minister van RO. En wanneer u daar geen gehoor vindt, dan komt u met een petitie bij de president. Maar dan maakt u wel een afspraak. Wat mij betreft kan het morgen al. Maar dan moet u wel vandaag melden dat u morgen een petitie wil aanbieden. Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president. Hij sprak vanmorgen de bestuursambtenaren toe die naar het kabinet van de president zijn getogen nadat zij niet zijn ontvangen door de minister van Regionale Ontwikkeling. De bond heeft aangegeven dat na vandaag alles plat gelegd zal worden.